Er wordt geen 11 miljoen kubieke meter water ingelaten per jaar. Dat is niet zo. Het is door mijn berekeningen gecontroleerd en berekend ongeveer 85.000 kubieke meter per keer. En ik heb aan de sluiswachter, de huidige sluiswachter, Eli Pauw gevraagd, hoeveel keer hebben jullie ingelaten dit jaar? Dat was 6 maal. Het vorige jaar was dat 5 maal. Dus gemiddeld 500.000 kubieke meter water wordt er ingelaten. In plaats per jaar. In plaats van 11 miljoen. Het gemaal wat nu hier al staat, dat wordt beheerd door een of andere computer die niet naar het weer kijkt. Wat mijn vader dan wel deed, van hé, we krijgen regen, we gaan nu alvast malen, want dan hebben we geen wateroverlast in Kortenhoef. Ik heb net het verhaal gehoord wat Post vertelt over de Kortenhoefse plassen, de verdroging en de vernatting van de Kortenhoefse plassen. Dat zou in de hand gehouden kunnen worden door een goed gemaal neer te zetten in plaats van het bestaande gemaal. Waarmee dus de wateroverlast, indien die op zou treden, dus in ieder geval gecontroleerd kan worden. Daarvoor zou geen waterberging in de Oostermeerpolder nodig zijn. We hebben in de Oostermeerpolder wel de mogelijkheid om water te bergen, maar in de Oostermeerpolder moet de waterberging voldoen aan de regels van een polder. En in een polder past geen vernatting, want een vernatting dat geeft dus in een droogmakerij een vertekend beeld. Hier in deze sloot zie je duidelijk een voorbeeld hoe het is als je geen onderhoud pleegt aan de waterhuishoudingen, zoals het dus in de regelgeving van de Oostermeer is voorgezien. Deze sloot is totaal dichtgegroeid. Het water kan hier niet meer doorstromen naar het gemaal toe. Dit is de huidige situatie zoals de adviescommissie denkt dat het in de Oostermeer in de toekomst zou moeten zijn. Op dit moment hebben we al een noodsituatie. Dit land kan geen water opvangen. Als deze wildernis hersteld wordt, kan het water weg. Dan hebben we weer bergingscapaciteit. En in geval van slecht weer kunnen we dus de Oostermeer weer als polder onderhouden en als polder bewonen. Als er nog meer moeras bij komt, dan wordt het een ramp en dan staat de polder doorlopend blank. Ik schep hier met een conservenblik van, met een inhoud van 1 liter. Schep ik hem vol. Zoals u ziet is die afgestreken vol. De inhoud van deze litermaat is nu 1 liter water. Zal we rustig inschenken. Zoals je nu ziet is er 600 nog in, er is 400 centiliter in 1 liter rondgegaan. De bodem kan 40% van zijn inhoud nog aan water opnemen als dus het land gewoon volgens de polder onderhouden zou worden. Wij hebben een kwekerij in orchideeën, 350 verschillende soorten. Dit bedrijf is al ruim 75 jaar in de Oostermeerpolder gevestigd. Om mee te kunnen draaien in de moderne kwekerijen hebben wij veel moeten investeren. We hebben lichten tegenwoordig boven de planten en we hebben ook een koelmotor hier in de kas. Dat zijn grote investeringen, alleen al de afgelopen jaren, na 3-4 jaar, hebben we al voor 1 miljoen moeten investeren. Deze kas ligt wel een fundering onder, maar die staat recht op het zand. Wij weten helemaal niet of de kwel hier eindigt of misschien dat er hier wel een nieuwe omhoog komt met het verschuiven van het grondwater. Dus we hebben geen idee. Niemand kan jou dat van tevoren zeggen. En niemand gaat mij van tevoren ook zeggen wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Wat ook een grote angst voor mij is, is dat er in plasdrasgebieden veel ongedierte komt. Dat ongedierte is voor mijn kwekerij funest, want wij exporteren 85% van onze producten naar het buitenland. Daarbij komt dan ook een inspectiedienst langs. Heb ik beestjes in mijn planten, gaat de verkoop gewoon niet weg en heb ik dus geen inkomsten. Hiernaast is ons ouderlijk huis. Wij hebben daar problemen mee ten gevolge van het ANCO-project. Deze sloot is van een sloot van stilstand water omgevormd naar een sloot met snelstromend water. Mijn vader heeft toen de tijd richting Waternet aangegeven van maak die sloot hier niet. Want hier staat een huis naast die niet is onderheid, die is op zand gebouwd. Zoals de meeste huizen hier in de polder. En als je die sloot hier toch naast maakt, zorg dan voor een goede damwand. Nou, die adviezen hebben ze niet opgevolgd.
Nee, eigenlijk is in 1997 de eerste schade begonnen hier. Het land dat kalfde helemaal af. In 1999 is dat aan deze kant hersteld. Er is een paar duizend kuub grond aangevoerd en er is een beschoeiing van 450 meter gemaakt. Dat probleem was toen opgelost. Maar vervolgens kwam het probleem met het woonhuis in 2000. Er kwam allemaal scheurvorming, met name in de binnenmuren. Er kwam vocht in het dubbel glas van de ramen. En het zand naast de fundering zakte langzaam. Ik heb toen in 2000 Waternet aansprakelijk gesteld. En toen begon de juridische strijd van 8 jaar. Dit is allemaal in het kader van het algemeen belang gemaakt. Maar als je als burger dient ten gevolge problemen en schade doorkrijgt, dan staat je een lange weg te wachten. Wij hebben een veehouderijbedrijf met 45 melkkoeien. We melken 400.000 liter melk. Achter de boerderij zit 30 hectare land. En we huren nog 15 hectare land over de weg. Dat is iets waar ik me heel erg veel zorgen om maak. Dat de plasdras-situatie komt in de polder. Waardoor zeker verlatting van de landerijen komen. Waardevermindering van de landerijen. Afkallen van de sloten. Koeien gaan veel later naar buiten toe. En koeien zullen ook waarschijnlijk eerder op stal moeten komen. Omdat het land eigenlijk te nat is. Als de plannen doorgaan in de Horstermeerpolder, zou dat toch beperkingen opleveren. Het landareaal wordt natuurlijk minder. Waardoor uitbreiding niet zo snel mogelijk geacht wordt. We hebben ook schapen. Blauwtong heeft daar ook in toegetreden. Zowel bij de schapen, maar ook bij de koeien. Ja, daar zijn we ook bang voor. Dat is natuurlijk ook iets wat je zegt van, door de knut kun je blauwtong krijgen bij je vee. Dus de schapen bij ons geval en de koeien. Je weidevogelbeheer hoort erbij. De laatste jaren wordt het toch wel een beetje verstoord met de vos bijvoorbeeld. Die komen achteruit Rimboe vandaan. Die vreten die nestjes op en dat vinden wij heel erg jammer.